Mijn naam is Patricia Achenbach. Ik ben beeldend kunstenaar sinds 27 jaar. Geboren in Arnhem, opgegroeid in Apeldoorn. Ik maak schilderijen, tekeningen. Ik doe monoprint. Verder geef ik nog les op een middelbare school. En heb ik een gezin met 3 kinderen en een man. En 2 ouders die gelukkig allebei nog leven. En ik ben best wel tevreden. Omdat ik in series werk, zijn de kunstwerken vaak onderdeel van een groter geheel. Ik heb niet bij alle werken een verhaal, maar ik heb bijvoorbeeld een serie gemaakt over 3 kraaien en een witte mok. En daar heb ik een heel duidelijk verhaal bij. Dat was een aanleiding van een aantal moppen die ik ooit gehoord heb, van die Zuid-Limburgse moppen. En dan ging er zo van, het is zwart en het vliegt in de lucht. Dat was het niet. Moet ik even denken, hij ging anders. Het is zwart en het staat in de wei. 3 kraaien. Nou, die mop vond ik heel erg leuk. En dan had je ook nog zo'n mop van, dit is wit en staat in de wei. En de witte geit. En witte Tony. Witte mok. En naar aanleiding van die moppen heb ik dus een serie schilderijen, gemengde techniekwerken gemaakt. En daarin heb ik dus ook een stukje van mijn eigen geschiedenis verwerkt. En die serie heet 3 kraaien en een witte mok. Dus het is heel leuk om dat verhaal er dan wel bij te vertellen. Als er, dus eigenlijk een combinatie tussen humor en... Humor, mijn eigen geschiedenis, de geschiedenis in het algemeen, mythen en zagen, al dat soort dingen vertellen het verhaal van mijn werk. Dus, ik zit ook in het onderwijs en als ik zo naar mijn eigen carrière als kunstenaar kijk, heb ik een behoorlijke dip gehad. Van de periode dat ik heb de kunstacademie in Enschede gedaan, daar was ik in 1993 mee klaar. Heb ik dus een tijd wel als kunst gemaakt en ook allerlei bijbaantjes gehad. Maar toen heb ik de lerarenopleiding gedaan van 1999 tot 2001. Toen vond ik een baan op een middelbare school. Daar werk ik trouwens nu nog steeds. Maar het heeft mij gewoon een hele lange tijd gekost om het vak van leraar eigen te maken en toch kunst te blijven maken. Dus mijn productie die lag een hele tijd heel laag. Dus maakte ik maar 1 of 2 dingen per jaar. Ik heb ondertussen ook nog een boekje gemaakt. Dus daardoor heb ik een gat in mijn cv gekregen. Maar wat mij heel erg heeft geholpen, dat heb ik altijd in gesprekken met mensen. Ik luister naar mensen en ik pik dingen op. Panelen, papier, oude kranten. Ik vind het niet zo leuk als met oude kranten werken. Ik heb dus ook in die serie van die 3 kraaien heb ik ook oude kranten verwerkt. De volledige titel van die serie is 3 kraaien en de witte mok. Ode aan mijn jeugd thuis. En ik heb in die serie ook behangpapier verwerkt van mijn ouderlijk huis. Waar ik dus mijn hele jeugd tegenaan heb gekeken. En ik heb dat toen mijn ouders kleiner gingen wonen, heb ik dat behang eraf. Dacht van ik moet een stoommachine huren om het behang eraf te halen. Maar ik trok het in 1 keer zo eraf en ik heb het meegenomen. Ik heb daar kunst van gemaakt. Je bent een kunstatleen of niet? Nee, ik heb een eigen kunstatleen. Je hebt een eigen kunstatleen? Ja, ja. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat ik mijn werk via mijn website verhuur. En dat mensen dus gewoon als huurkoop mijn werk in de kamer kunnen hangen. En dat gaat in overleg eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Als ze jou van alles zouden aanbieden in de vorm van bijvoorbeeld de salon heb je nu. Ja. Er zouden andere zaken zijn. In de vorm van exposities in de kunstlab zelf. Zou je daar gebruik van maken? Heel graag. Ik wil graag sowieso, omdat ik bezig ben met een soort projectgidsje van mijn appelproject, zou ik er heel graag een expositie aan willen koppelen waarin ik een bloemlezing van die appels, of liefst al de appels, alle 365 laat zien. En daar heb ik dus wel een grote ruimte als kunstlab bij nodig. Ik heb een hele grote verlanglijst met musea waar ik echt nog naartoe wil. Ik wil wat vaker naar Gorssel gaan, ik wil wat vaker naar de fundatie gaan. Al die musea die hier in de buurt zijn, wil ik heel graag op gaan zoeken. Maar het liefst zou ik natuurlijk willen dat er in Deventer, waar ik woon, ook een museum komt. Dat zou mijn ideaal zijn. Ik ga meedoen aan een Beethoven project. Dat is een beetje dezelfde tijd als ik... Ja, ik ben niet zo goed. Ik ben dol op geschiedenis, maar niet zo heel goed erin, maar een beetje dezelfde tijd. En ik ben dol op de natuur en de romantiek vind ik dus... Tenminste, het werk van Friedrich en van Turner vind ik heel erg inspirerend. Daar ben ik dol op. Niet dat ik dat zou willen maken, maar de thematiek spreekt me heel erg aan in dat werk.
En wat ik belangrijk vind om uit te dragen is dat er in geloofd wordt. Dat dat heel belangrijk is. Ja, en ook dat ik ook in mensen geloof, in hun kunnen en zeker met leerlingen. Mijn ouders hebben mij door dik en dun altijd gesteund, altijd in me geloofd en dat doen ze nog steeds en daar heb ik gewoon, dat heeft mij gewoon gesterkt in alles wat ik doe. Mijn partner gelooft in mij, dat voel ik heel duidelijk, mijn kinderen geloven in mij. En ik en hun. En dat is gewoon heel essentieel. En dat merk ik met leerlingen ook. Wat ik dus net zei over het kunstlab. Ik heb een haat-liefde verhouding met het kunstlab. Ik voel me aan de ene kant, ik ben ontzettend blij dat ik bij die kunstenaars hoor. En dat ik vertegenwoordigd ben op hun website. Het opent gewoon deuren. Dus wat dat betreft betekent het heel veel voor mij om lid te zijn van het kunstlab. Om lid te zijn van het kunstlab. Aan de andere kant ben ik het niet altijd eens met de manier waarop zij besluiten nemen. En had ik ook heel veel moeite ermee dat er dus... Had ik een beetje het idee dat ze ons niet altijd... Wel serieus namen, maar dat ze af en toe wat meer hun best mogen doen voor ons. Dat vind ik... Hier zo bijvoorbeeld. Dit is een kalender van mij. En hier zit bijvoorbeeld eentje... Dit is een van die appels die... In het boek komen. En die appels, ja, het zijn allemaal op A4 formaat gemaakt. En zijn te koop. Net als veel van mijn andere werken, zeg maar. En over drijfveren gesproken. Wat mij dus drijft, is niet alleen het beeld, maar ook het woord. Een gedachte. Een gevoel. Al dat soort dingen zijn redenen voor mij om kunst te maken. En... Wat ik heb gemerkt door de jaren heen, is alle flarden die ik aan kunst heb gemaakt. Ik heb hier ook nog eens een werk staan. Dat staat hier al heel lang. En heel af en toe doe ik er wat aan. Dit lelijke fotje waar nu een papiertje aan hangt. Dit werk. Dit zit nog te wachten. Want het is een stempeltechniek met bladeren. Het zit nog te wachten op wat er verder mee gaat gebeuren. Dus ik werk ook heel vaak intuïtief. Dan maak ik iets en dan na jaren dan komt het af. Ik ben Patricia Achenbach, ik ben beeldend kunstenaar. En mijn drijfveer om kunst te maken zijn het goede, het ware en het schone.